Voor Luxury TV ben ik vandaag in Amsterdam-Zuid, de Harbour Club. Niet meer weg te denken. Scheveningen, Amsterdam, Rotterdam, bij het Olympisch Stadion, Ibiza. Ik heb een afspraak met Mark Vaassen en ik hoop dat hij een gerechtje voor mij gaat maken wat wij thuis kunnen bereiden. Hey, wat een ligging hier, man. Midden in Amsterdam-Zuid. Mooi, hè? Wauw. Ja. Transformatie naar Harbour Club Kitchen. Wat maakt het nou dat meer Harbour Club Kitchen wordt? Kitchen is ook meer op de keuken gericht. Dus ja. Wat van anders dan de Harbour Club. Hey, en jullie hebben een legende in huis gehaald, hè? Ja, meneer Oshima. Akira Oshima. Ja. Volgens mij de eerste Japanse chef met een Michelinster. Ja. In 1971 is hij naar Nederland gekomen. En Okura groot gemaakt. En hij helpt ons nu mee om onze Japanse stukken wat wij in de kaart hebben ook beter te maken. Ik heb een plaat meegenomen. Zou jij voor mij een gerechtje op die plaat willen maken die de mensen thuis ook kunnen bereiden? Ja, absoluut. We gaan een torresteak maken, tataki-stijl. Dus heel kort op de plaat. Dit is in samenwerking met meneer Oshima zo ontstaan. Je ziet hoe mooi dat hij het vet loskomt. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik wilde ook niet dat hij doorgaat, dus ik heb wat ijswater klaarstaan. Ja. Dat is gek dat hij terugkoelt. Ja, dat hij stopt met garen, laat maar. Ja. Eigenlijk hetzelfde als je een eitje doet. Ja. Nou, even droog maken, tussen papier. Nou, daarbij doe ik een klein beetje zoete aardappelcreme. Hey Mark, stel je nou voor dat ik jou 's nachts bel, hè? En ik vraag aan jou, wat wil je eten? Kijk, ga ik dan toch weer terug naar mijn roots. We zijn in Limburg, dus ja, mooi konijn, zoetzuur gestoofd, vind ik heel erg lekker. Ja. Bloedworst vind ik natuurlijk lekker. Maar ja, ik ben een kok, ik vind alles lekker. We kunnen in principe overal wakker van maken, ja. Als het maar lekker is. Ja, als het maar lekker is. Ja. Ik kan niet wachten om... Dat is hem. Snelle bereiding. Wow. Dat is niet normaal, het boter zacht. Mooi, hè? Waanzinnig. Superman, dankjewel. Graag gedaan. Wil je nou ook weten hoe je dit thuis maakt? Kijk dan op de website.